Welkom bij Voor de Ommekeer, gesprekken over een wereld in verandering vanuit het Freedom Lab in Amsterdam. Mijn naam is Paul van Diem en ik ga praten met Chris Buijing, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Meneer Buijing, welkom. Meneer van Diem. Laten we beginnen met het imago van banken, want dat is, om nou eens een mooie term te gebruiken, de financiële wereld is behoorlijk volatiel. Het gaat maar op en neer. Hoe staat het er nu voor met het imago van de Nederlandse bank in 2019? Broos. Je zegt het zelf goed, het is volatiel. We meten het sinds een paar jaar. Elk jaar brengen we vertrouwensmonitorbanken in, en zowel individuele banken, maar ook het vertrouwen in de sector. Ja. En dat is, toen we begonnen was het iets van 2,6 in de sector op een schaal van 5, ja. 4 jaar geleden. Nu zitten we op een stabiele 3 op een schaal van 5. Experts zeggen mij, dat is helemaal niet zo gek als je kijkt naar het vertrouwen in instituties in het land. Maar je ziet het natuurlijk wel bewegen, want het wordt continu gemeten. Dus vorig jaar zie je dat wanneer dat aan de hand is bij ING in maart met de salarisvoorstellen, respectievelijk in september met de schikking, dan gaat het iets naar beneden. En dan herstelt het zich toch wel vrij snel. Dus het is 3 op 5 redelijk stabiel. Maar het is kwetsbaar, je kunt het niet voor... als vanzelfsprekend aannemen dat het gewoon zo blijft. Maar het heeft natuurlijk niet. Maar het heeft wel met het algemene verhaal te maken, denk ik. Dat geldt voor alle instituties. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, oké, een 3, je bent nooit tevreden, je wil een 5. Wat kan er beter? Wat kan er echt beter bij banken? Op dit moment. Ik denk dat het heel goed is dat banken zich realiseren dat als er wat aan de hand is bij één bank, dat dat niet alleen natuurlijk die ene bank raakt, maar ook het vertrouwen in de sector. Dus samen maken we de reputatie van de sector. Het is goed dat iedereen zich daar goed van bewust is wanneer men overweegt dit of dat te gaan doen. Maar je kunt op een gegeven moment heel krampachtig daardoor worden. Dat geldt nogmaals niet alleen voor banken, het geldt denk ik voor alle instituties. Je kunt heel krampachtig worden en daardoor denken, net als tegen mij wordt gezegd, je bent een journalist, je moet volledig transparant worden. Oh ja, dan kan ik elke zin die ik uitschrijf, dan moet ik aangeven hoe transparant ik ben. Dat is niet te doen. De wetenschapper die overal de voetnoot bij moet plaatsen of in een artikel, dat is niet te lezen. Hoe werkt dat bij banken? Word je te veel bekneld door hele strakke regels, die om begrijpelijke redenen natuurlijk wel zijn ingesteld? Nee, ik denk dat het belangrijk is. We nemen nou het hele traject wat we hebben gehad met de rentederivaten. Dat is ooit begonnen, ik was er toen nog niet zo lang bij de NVB. Toen waaide de discussie uit Engeland over, bully banks daar, ja. naar Nederland. En vervolgens begonnen mensen in Nederland, advocaten, bedrijfsadviseurs te zeggen, dat is hier ook zo. Ja. Dan is in eerste instantie, als je daarover praat, dan zeggen ze, ja, jongens, hebben we een probleem? Is er een probleem? Houston, do we have a problem? Ja. Ja. En dan zeggen mensen, nee, het is heel anders dan in Engeland. Het is heel anders dan in Engeland. Ja. En het is denk ik ook wel anders dan in Engeland, maar dus we gaan, als er wat is ergens, als niet ergens iets niet is goed gegaan, dan lossen we het op. En voor de rest wachten we af. En dan komt zelf de discussie aan in het land. En uiteindelijk interesseren Kamerleden zich voor zo'n debat. Wordt de AFM ingeschakeld, van het een komt het ander. En je bent de regie over, het gaat over jou, over de banken, ja. Ben je kwijt. Ja. Dus als er een ding is waar, denk ik, de lering uit hebben getrokken hopelijk, is dat als er zich dingen voordoen, en dan, dat je dan ook daar niet alleen je successen meldt, maar ook mogelijk zaken die niet goed zijn gegaan en hoe je dat dan wilt goedmaken. Dus dat wij proactief duidelijk maken van, dit hebben we aan de hand gehad, maar dat gaan we zo oplossen in plaats van het over te laten aan anderen om te gaan bepalen hoe je dat dan gaat oplossen. Nee, tuurlijk. Maar ik bedoel, uiteindelijk gaat het erom. Dat is, zou een mogelijkheid kunnen zijn om wat minder krampachtig te zijn. Want dan kun je zeggen, ja, iedereen maakt fouten, wij ook. Het heeft verschrikkelijke gevolgen gehad, dus heel erg. En soms moeten de koppen rollen, soms moet er van alles gebeuren. Maar we leven nu misschien in een tijd dat je kunt zeggen, de regels, vanuit een bank geredeneerd, de regels zijn wel zo scherp en zo extreem, we kunnen bijna geen kant meer op. Ik pak hier even het FD bij me, een paar dagen geleden. Stap Deutsche betekent einde Europese zakenbankambities. Het gaat over Europese banken, Amerikaanse banken, steeds dominanter op grootste kapitaalmarkten. Ook zomaar weer een verhaal, hè, wat aangeeft, kan nog niet anders. Regels zijn zo scherp, we hebben er niks meer aan om zakenbankieren. Kortom, zijn die regels te scherp en word je daardoor als bank te krampachtig? Nee, ik denk dat na de crisis is er natuurlijk een heleboel regelgeving bijgekomen. En ik denk dat het goed is dat er ook regelgeving is bijgekomen. En
het is voor de banken de uitdaging om zich binnen die regels op een goede manier te ontplooien en te ontwikkelen. En vooral niet in de kramp te schieten. Want je bent uiteindelijk een onderneming die alleen maar kan overleven op langere termijn als je ook een vernieuwende onderneming kunt zijn. Dus je moet durven en willen innoveren. En je moet durven en willen verantwoorden risico's te nemen. Ja. Dus het ondernemerschap in die bank moet zich niet ingekneld worden door de regels. Zijn de regels te strak? Zijn de regels te belemmerend? Ik denk dat het goed zou zijn, een aantal Nederlandse banken die vallen onder Europees toezicht. Ja, grotere banken, 7 banken. Dan heb je, zoals ze zo mooi zeggen in ECB-speak, de less significant institutions. Ik zeg geweldig, ja, heerlijk. De locally significant institutions. Dat klinkt, denk ik, een beetje vriendelijker. Doet meer recht aan wat die banken toch ook zijn. En waar we voor moeten oppassen is dat al die regels die voor de systeembanken worden bedacht en toegepast, dat je die niet automatisch laat doorwatervallen naar kleinere instellingen waar mogelijk minder risico's zijn. Het is niet noodzakelijk gezegd dat een probleem niet bij een kleine bank zich kan voordoen. Maar je moet een beetje, juist als je de diversiteit in het bankenlandschap en verschillende modellen wil bevorderen, moet je zorgen dat de regels naar de kleinere instellingen niet zo doorslaat dat ze eigenlijk allemaal in het model van de grootbank worden gedrukt. Nou ja, die diversiteit is ook een interessant punt. Jan Seybrand nam afscheid bij de Nederlandse Bank een tijdje terug. En die zei toen ook, er zijn te weinig banken. Moeten hoe dan ook meer banken bijkomen, dat er echt wat te kiezen valt. Was dat een mooie uitspraak van iemand die na een lange carrière afscheid neemt, dan even nog een flinke trap mag geven? Of zeg je van, nou, daar zit er wat in? Nou, er is een diversiteit in het bankenlandschap wat we nu in Nederland kennen. Maar het is evident dat er een aantal dat er 3 grote banken zijn die een heleboel van de markt nemen. Dan heb je de Volksbank en met zijn verschillende merken en dan ga je verder. Ja. Het vergroten van die diversiteit is op zichzelf natuurlijk prima. Want dat geeft concurrentie. Kees Buijen is nu sinds 2013 voorzitter van de Nederlandse Bank. Laten we zeggen, over 10 jaar ben je dat niet meer. Maar hoe ziet het eruit? En het is heel moeilijk om dat te voorspellen. Maar zijn er over 10 jaar wel veel meer banken in Nederland? Ja, als je naar de ECB-bestuurders luistert, zijn er te veel banken in Europa. En zij zeggen, ja, we moeten juist consolideren. Want anders kunnen we niet banken hebben die voldoende clout hebben om die grote innovaties aan te kunnen en zich ook kunnen meten met andere instellingen die mogelijk ook gaan ruiken aan betaaldiensten en andere financiële diensten. Dus daar moet je echt omvang voor hebben. Daarnaast zal er altijd, denk ik, ruimte blijven voor slimme bank-niche-spelers die aantrekkelijk zijn voor categorieën klanten. Dat zie je nu in Nederland in het bankenlandschap natuurlijk ook. Wat is een echt aantrekkelijke voor klanten? Nou, in principe moet elke bank die wil blijven bestaan, moeten we zorgen dat die aantrekkelijk is voor klanten. Maar je zegt andere alternatieven. Wat valt er te kiezen? Je hebt een tijd geleden HEMA gehad die je deed, omdat iedereen, oh, daar gaat CNA het ODO, bij wijze van spreken, iedereen kan het gaan doen. Bijvoorbeeld Google gaat natuurlijk met allerlei mogelijkheden komen, Amazon. Er zijn zoveel partijen te noemen van wij allemaal niet weten of het waar is. Alleen we leven wel in een tijd waar alles heel snel gaat, waarin alles in verandering is, waarin oude instituties ook worden afgebroken en zich vervelen in de hoop dat er nieuwe instituties komen. Bankenlandschap zoals het er nu uitziet, voldoet dat? En is dat ook bestendig genoeg voor de komende 10 jaar? Nee, over 10 jaar zullen we een ander landschap hebben, daar ben ik van overtuigd. En hoe dat landschap eruit zal zien, ik ken geen kristallenbol, maar ik heb wel vertrouwen dat die banken en Nederlandse banken, lopen ook Europees echt wel voorop in de vernieuwing van producten en diensten. Nou, wat je niet allemaal kan doen met je mobieltje. En met je tikkies en andere toepassingen. Ja. Die weten te blijven raken aan wat klanten interesseert. En niet alleen, en dat is hartstikke moeilijk, want het gaat niet alleen om de klanten van vandaag, maar het gaat ook om de klanten van morgen en overmorgen. En overmorgen. Dus als je die ondernemende, innoverende organisatie kunt zijn, die zich voortdurend vernieuwt en heruitvindt, en dat durft, niet alleen in producten, maar ook in de cultuur hoe je werkt, dan heb je een kans om
op langere termijn relevant te blijven. Tuurlijk, maar zonder in die kristallen bol te kijken, dan mag ik eigenlijk niemand vragen. Dat begrijp ik ook, en zeker niet aan Kees Buijend, want dat kan niet. Ik ben geen futuroloog ook, maar je kunt er ongeveer het bankenlandschap overzien en misschien een wenselijke gedachte uitspreken in combinatie met de richting van de beweging, want dat is het. Gaan we dan toe naar uiteindelijk meer banken in Nederland? Ja, ik denk dat je het zo niet moet zien, want er zullen ook misschien andere partijen komen die zich als banken in een vorm die we nu nog niet kennen. Is dat wenselijk of niet? Ja, je moet. Ik heb lang op economische zaken gewerkt. Zeker. En je moet niet over willen bedenken nu hoe het er over 20 jaar zou moeten uitzien. Wat je moet doen als je een onderneming hebt, de continuïteit van die onderneming, moet je zorgen dat je vooruit blijft lopen op de ontwikkelingen. Met een tomeloze nieuwsgierigheid in hoe je zakenklanten en retailklanten van dienst kunt zijn, aan hun wensen appelleren, te vernieuwen. En daarbij ook, denk ik, dat het, waar we aan werken is een Europese bankenunie, dat moet, vind ik, echt leiden tot een Europese financiële markt, ja, zodat je ook grensoverschrijdende bewegingen krijgt. Nu zit het een beetje op slot, want we werken aan de bankenunie, hij is nog niet helemaal klaar. Maar er zijn om de nationale grenzen staan als het ware schotjes met eigenaardigheden voor de verschillende landen, waardoor, laatst zei mijn Duitse collega, we worden eigenlijk opgesloten binnen de grenzen van onze eigen markten. En willen we op termijn, want om ons heen heb je Azië, je hebt Amerika. Maar dat is het, dat is wat opgeslokt. Dat zie je op alle gebieden. Dat zie je ook, ja, bij het bedrijfsleven, hoort ook hetzelfde verhaal. Ook van mensen die zeggen, vroeger was ik niet voor één Europa, was ik niet zo voor samenwerking. Ik sprak afgelopen weken veel mensen die overigens, misschien bij een soort toeval, die ditzelfde verhaal vertelden. Ook al waren ze zelfs er niet voor, dan nog vonden ze dat het wel moest. Is dat de enige manier dus ook om te overleven? Om je gewoon echt weer te stellen als Europa, als blok, tegen Amerika en China. Ja, als we de financiële instellingen proberen te onder het motto van dat moeten we wel doen, want als er een probleem zou kunnen zijn, dan moeten we het toch weer nationaal oplossen voor zolang die bankenunie niet af is. Ja, dan je moet ze op een gegeven moment ook de ruimte geven. En ik denk dat, u refereerde net aan de zakenbank kwestie. Je hoort hier in Nederland niet zoveel commentaar nog, wat je in Frankrijk bijvoorbeeld wel hoort, waar ze zeggen, ja, is het nou wel zo verstandig dat dadelijk allemaal afhankelijk zijn van Amerikaanse zakenbanken in Nederland? En als je... Nee, hier was de eerste reactie juist, nou, mooi, dan zijn we er vanaf, dan gaan banken weer andere dingen, dan hoeven ze niet de zaken bankieren. Maar stel dat we die makkelijke instelling hebben, wat betekent dat? Ja, ik denk dat we als Europa een beetje op onze tellen moeten passen. En moeten zorgen... Om niet meer meespelen. Niet ervoor kiezen om te zeggen van, nou, we laten het gewoon hierover aan de Aziatische en aan de Amerikaanse instellingen. Dat is natuurlijk wel de consequentie. Dat is de consequentie, hè, van degenen die dit nu toejuichen. Die moeten ook die consequentie dan aanvaarden. Ja, en het is denk ik echt voor ons allemaal belangrijk dat je ik zei net al, een aantal collega's binnen de ECB zeggen, er zijn te veel banken in Europa. Nederlandse banken staan er goed voor, maar er zijn ook in andere markten best banken er zitten wel verbeteringen in, maar waar nog problemen zouden kunnen zijn. Wil je daar doorbreken, dan moet je ruimte maken. En dat is ook denk ik heel goed. Dat we hebben hier nou de handelsbanken die Nederland als een thuismarkt erbij hebben genomen voor particulieren en zakelijke klanten. En die op met hun eigen bedrijfsmodel van bankieren, waarbij je vanaf de kerktoren kunt zien waar je klanten zitten. Ja, dat soort toevoegingen aan de markt zijn denk ik heel goed voor de concurrentie. Banken hebben te maken met vertrouwen, banken hebben te maken met verantwoordelijkheid. Overigens, net als alle andere grote instituties ook. Hoe is het daarmee gesteld met het vertrouwen en met het verantwoordelijkheidsbesef? Nou, vertrouwen zei ik net. We zitten op een stabiele 3%. Zou ik graag zien dat het, als ik straks over 2 jaar aan het eind van mijn tweede termijn ben, dat het dan boven de 3 is gekomen? Nee, ik bedoel eigenlijk het vertrouwen over de lange termijn. Hè? Over de continuïteit van de instelling? Nou, we hadden het net over de volatiliteit van dat vertrouwen, maar het gaat nu echt over de lange termijn. Vertrouwen en verantwoordelijkheid. Als je dan begint met vertrouwen, als je zegt, nou, er moet wel iets gebeuren om vertrouwen te hebben, zowel voor de buitenwereld als mensen die bij banken zelf werken. Dan bedoel ik eigenlijk vooral... banken worden technologische bedrijven. Daar worden doorwrocht analyses over geschreven. Er worden ook makkelijke columns over geschreven.
Als je de branchevoorzitter bent, wat denk je dan? Dan zeg je dat, ja, die boodschap moeten we inderdaad gewoon uitdragen. En dat heeft natuurlijk met vertrouwen te maken. Ja, maar ik denk dat dat ook dat een formule is, de digitalisering van dienstverlening. Die alleen maar door zal gaan, waar klanten nou juist heel tevreden mee zijn. Als je kijkt naar die vertrouwensmonitor die we doen, dan zie je dat de hoogste cijfers krijgen betalingsverkeer en ook de digitale dienstverlening. Ja. Het bankieren met je mobiel. Nou, dat ja, behalve veel consumenten, dat was juist zo interessant. Ik bedoel dat niet als aanval, maar meer omdat dat nee, ook gebeurt. Kijk, je hebt consumenten. Dat loopt ook als aanval. Nee, het is meer maar... dat je juist daar ziet, dat als banken die in de ogen van klanten ook nieuwe klanten, jongere klanten, relevant blijven, dat is dat door de vernieuwing. Nee, voor jonge klanten is het evident, maar voor oudere klanten blijken er nog behoorlijk veel mensen in Nederland te zijn. Dat bleek toch laatst uit een onderzoekje, daar keek ik al van op, daar keken veel mensen van op. Veel mensen zijn nog afhankelijk van, die kunnen niet met de digitale middelen omgaan. Ze zijn afhankelijk van een bank om de hoek, wat ze altijd gewend waren. Meer mensen dan we dachten. En veel MKB'ers zeggen dat ook. Ik wil een persoonlijke relatie met de bank hebben. Want dat heeft jarenlang gewerkt. Dat zeggen zowel jonge als oude MKB'ers. En die gaan zich in grote getale van banken afkeren. De bank is er voor het groot bedrijf en niet voor de MKB'er. Wat vind je van die uitspraak? Ik was laatst met Hugo de Jonge bij een SNS-filiaal in kantoor in Leiden. Waar we spraken met ouderen. Die daar, het was in het kader van afspraken die we met VWS maken over veilig financieel ouder worden. Zie je, hebben meegedaan in een groepje met oudere klanten van SNS, die daar worden begeleid in het wegwijs worden in de nieuwe wereld. En het is dus niet zo dat banken, die oudere klanten die het idee hebben ze niet mee kunnen, niet instrumenten bieden en aandacht bieden om dat wel te kunnen. We krijgen nu de nieuwe geldmaat, hè, in plaats van alle pinautomaten van de individuele banken, ja, met de branding in de straat van de eigen bank. Zeggen nee, we gaan dat samen doen. De grootbanken, het gele geldmaatje. En daar worden in overleg met oudere organisaties en anderen ook steeds slimmere manieren gevonden om het mensen makkelijk te maken om te kunnen blijven werken met. Maar we hebben nu mensen worden steeds ouder en zo. Ik heb ook mijn ouders leven gelukkig nog, zijn allemaal behoorlijk oud, 80 en 90 en zo, die leeftijden. Maar ja, sommigen, zij kunnen nog wel een beetje wat, hebben nog hulp, maar die kennen ook dan weer oudere mensen. Die zeggen, ik wil graag, en dat zijn dus meer dan we denken, heel dingen nog graag op papier gewoon krijgen. Of zeg je, ja, sorry, dat is jammer. Dat kunnen we niet ook nog eens ernaast blijven doen. Kunnen we de banken niet aandoen. Ja, ik zeg niet, sorry, dat is jammer en het kan ons niet schelen. Je ziet het ook bij de overheidsdienstverlening veel meer. Veel meer gaat digitaal. En het is dus ook, ja, that's the way the world will go. En ondertussen ben je dus aan gehouden, juist ook een zorg voor je klanten, om te zorgen dat die transitie ook meegemaakt kan worden. En dat je daar ook alternatieven kunt blijven bieden. En het alternatief is voorlopig ook nog voor die groep die toch niet zo heel klein is. Dus niet bijvoorbeeld 0,001%. Het geldt overigens niet alleen voor banken, maar ook voor veel andere instellingen. Dus die oudere mensen dan toch ook nog. Dat je bijvoorbeeld ook bereikbaar bent als ze bellen. Gewoon, die willen gewoon bellen. Die willen gewoon even contact met iemand. Kunt u mij zeggen, want ik snap het niet. Ja. Dat moet ook nog blijven staan. Of zeggen, ja, nee, nieuwe tijden. Dat zijn nou ja, nieuwe tijden. We hebben een Raad voor Kinderen een tijdje gehad. En die lagere basisschoolleerlingen, om te kijken, jongens, hebben jullie nog ideeën voor het bestuur van de NVB? En een van de dingen was, ja, wij willen wel persoonlijk contact houden. Wij vinden het prima als het persoonlijk contact via een appie is of zo, of dat we daar even kunnen skypen. Ja. Dus dat verandert en tegelijkertijd moet je zorgen dat mensen die daar nog moeite mee hebben, dat die de verandering ook kunnen meemaken. Je zou ook kunnen zeggen, ik ben als bank onderscheidend door gewoon weer, laten we zeggen, het oude Rabobankmodel. En toch gewoon dicht bij de klant. Ja, maar zonder reclame voor banken te gaan maken. Zijn er ook banken, merken in Nederland die zich juist profileren van wij willen in de kleine kernen zitten buiten de Randstad. En dat mensen kunnen binnenlopen. Is dat ook een goede ontwikkeling? Die diversiteit in soorten dienstverlening en dat er wat te kiezen valt, ja, dat is een goede jongen. Dat is alleen maar goed. Nou, denken banken zelf, dat snap je ook niet. We leven in een hele lastige wereld. Een mooie analyse in een paar zinnen, ik ga hem even citeren. FD,
De vorige crisis, de financiële sector die zich opblies met wanproducten in jacht op meer winst. Nu, de banken raken gemarginaliseerd. De poortwachten tegen malafide geldstromen moeten zijn. Kost veel geld. Een fintechbedrijf met veel kapitaalkracht vreten aan de lucratieve onderdelen van het verdienmodel. En dan zit je dus in een, om het heel modieus te zeggen, in een onmogelijke spagaat. Of niet? Nou, als je dit, kijkt, een paar jaar geleden had je de voorpagina van The Economist waar je fintech zag als Davids met zijn, met zo'n steengooier, katapult. En die de torens van de banken beschoot van they'll bring these towers down. Ja. En wat zie je nu een aantal jaren verder? Dat fintech als fintech systeem, dat het zwaar een ecosysteem is geworden, veelal met banken. Banken zijn zelf natuurlijk fintech motoren, banken investeren in fintech, banken werken samen met fintech, banken zijn vaak voornamelijk klanten van fintech. Die helpen ze ook met het maken van transities, met het kopen, met het dealen met de legacy problemen. Die binnen grote organisaties waar gestapeld en gestapeld is met informatiesystemen zich voordoen en waar je dus doorheen moet, wil je relevant blijven op langere termijn. Ja, dus is de crisis nu dat banken gemarginaliseerd dreigen te raken. Ja, dat is geen wet van mede en persen. Dat hebben ze zelf voor een deel in handen. Wat zouden ze vooral moeten doen om dat te keren? Nou, wat ik daar straks zei, dat je na blijft denken over hoe kun je relevant blijven voor klanten en dat je daarop richt. En dat je tegelijkertijd in Nederland, dat je dat je ook denkt van ja, hoe kunnen we nou zo ook niet alleen zo effectief mogelijk zijn voor de klant waardoor je gewaardeerd wordt, maar dat je dat ook op een zo efficiënt mogelijke manier doet. Dat je kijkt naar hoe is de organisatie, zit die in elkaar? Kun je de uitvoerskosten terugbrengen? In sommige andere landen zijn ze minder ver met het kantoren net op een andere manier inrichten dan in Nederland. Ik denk dat dat goed ook is voor de toekomstbestendigheid van banken in Nederland, dat ze met die hele transitie bezig zijn. Als je nou bedenkt, dat wat er sinds in de afgelopen 10 jaar is gebeurd, dat banken zich voor een deel ook opnieuw hebben moeten uitvinden na de crisis. Dat ze nu voorop lopen in Europa en Nederland op het punt van innovatie in dienstverlening. Dat ze tegelijkertijd enorme transformatie hebben doorgemaakt in het, toen ik begon waren er misschien 120.000 mensen die werkten in banken, nu zijn het er 70.000, 60.000. Ja. En de efficiëntie waarop de banken die diensten kunnen leveren, en steeds betere diensten in die innovatie, die is enorm toegenomen. Ja. Als je op die manier te werk gaat, ja, dan is het mogelijk dat je in die toekomst ook een rol kunt spelen. Ik hoop in Nederland, maar ik hoop dat er ook Nederlandse banken zijn die in een bredere Europese context een rol kunnen spelen. Maar je moet er wel van uitgaan, want je moet inderdaad op de kosten letten. Dat is nogal wat, een halvering van het aantal mensen. Dat is goed dat u het zelf zegt, want anders had ik het moeten doen. Maar dat is inderdaad, dat is waar. Daar kan nogal wat vanaf. Of daar gaat nog wat vanaf. Dat kan toch bijna niet anders, denk je? Als je, ik bedoel, dat is bijna een ABC'tje toch. Als de technologie voortschrijdt, dan moet je rekening mee houden. Deutsche Bank ook weer, om allerlei redenen. Dat gaat in Nederland toch ook weer gebeuren. Ja, maar dat geldt denk ik in elke bedrijfstak. Als je nieuwe mogelijkheden krijgt in technologie, om die producten op een betere manier te blijven leven, maar tegelijkertijd dan vergroot je ook je eigen kansen om te kunnen overleven. En er zullen natuurlijk instellingen zijn in Europa, misschien ook in Nederland over 20 jaar, als die er nu zijn, maar die er dan niet meer zijn. Is dat in wezen erg? Nee. Als er maar instellingen blijven die leveren wat jouw kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen nodig hebben om zichzelf te ontplooien. Hetzelfde geldt voor de bedrijven in Europa van de toekomst. Tuurlijk, en dat hoort daarbij. En nogmaals, niet alleen voor banken, maar dat je dus van misschien nog veel meer mensen afscheid zou kunnen nemen. In de hoop dat je die ook op wat voor manier ergens anders gewoon een nieuw te werk kunt stellen. Ja, maar je zult ook dan is er ook niets aan de hand. Je ziet ook een verandering in de talentenmix die je in dat soort instellingen, dat verandert mee. En we hadden het net over de beknelling van, als je bekneld gaat voelen, dat is niet zo goed voor de innovatiekracht. Dus het is ook hartstikke belangrijk dat je binnen die banken, die voor de toekomst, in de toekomst echt ook willen blijven presteren, dat je zorgt voor een cultuur waarin mensen ook durven innoveren en durven te vernieuwen. Hoe zorg je voor zo'n cultuur?
Door ook dat heeft met vertrouwen te maken. Door het open te breken, je. Ja, dan kom je in new speech van nou, vooruit, even, noem maar even. Door je wendbaarheid, ja. Agility, ja. Te vergroten. Door te werken met teams waarin je interdisciplinair kunt samenwerken. Door te werken met, niet in de silo's, bij een van de grote banken in het land, bij verschillende. Maar het worden als daadwerkelijk verdiepingen doorgebroken. Ja. Waardoor mensen elkaar op een andere manier beleven. Oude scheidingsmuren vallen weg, het scheelt ook. En het mag zomaar zijn dat je bij een bank werkt, bij een systeembank, dat er ook nog een tafelvoetbal en een skippiebal. Ik maak er nu even een karikatuur van, maar dat er anders uit gaat zien. Ja, als je kijkt naar vernieuwende bedrijven, als je kijkt naar sommige bedrijven die hier ook zich hopen te gaan groeien tot... Dan is daar een informele open bedrijfsgroep. Het is lang niet meer natuurlijk, de pinstripes en... alleen maar heren en eigen kamertjes. Nee, jammer of niet? Nee, totaal niet. Nee, totaal niet. Nu heb je voor wie zijn de banken er vooral? Zijn de banken er vooral voor, laten we zeggen, de grote bedrijven? Zijn die het interessant uiteindelijk voor banken? Want je moet ook je geld verdienen natuurlijk. Je kunt wel de klant centraal stellen, je moet vooral geld verdienen. Gaat het om de grote bedrijven? Gaat het om de individuele consument of gaat het om de MKB'er? Het gaat om alle drie. Maar wie is het belangrijkste? Het belangrijkste, dat kun je niet zeggen. Dat kun je niet. Als je dat zegt, dan ben maar voor je inkomsten. Dan ben je niet serieus naar die klantcategorie die je dan zegt, zij zijn belangrijker dan jullie. Maar dat is nou vaak wel. Ik had hier pas een discussie met een aantal mensen die uit verschillende hoeken naar dit onderwerp keken en dat ook zo genuanceerd mogelijk proberen te doen. Er kwam één zinnetje uit. Er ontbreekt een natuurlijke marktplaats waar start-ups, MKB'ers en financiers elkaar ontmoeten. Dat was ooit de bank, maar de klankbord en adviseursrol van de bank is weg. Is dat zware overdrijving of gaat het langzaam wel die kant op? Nee, ik denk dat dat ook iets is wat evolueert. We hadden het net over de categorie klanten die nog graag met de acceptgiro's wil werken. Ook als je kijkt naar de jongere nieuwe ondernemers. Er is ontzettend veel waardering voor digitale onboarding. En, en behandeling van je aanvragen en snelle reacties. Dus die willen daar misschien wel contact over, maar het hoeft niet op zakenwijze dat ze naar, om dan maar het klassieke voorbeeld, de Rabo-directeur die je ontvangt en een jenevertje aanbiedt en dan en lekker gaan praten over ze. Dat waren tijden. Dat waren tijden. Ja. Maar die tijden zijn op allerlei vlakken in het land veranderd. Ja. Dus dat is het. Dus ook de uitspraak particulier, laten we zeggen, die natuurlijke marktplaats, waar deze groepen, want het zijn nieuwe groepen, hè, noem het allemaal start-ups, voor mij noemen we het starters zelfs, want dat is nog een fase daarvan voorafgaand of scale-ups. MKB'ers, financiers die elkaar ontmoeten en de bank hebben als klankbord en als adviseur. Dat bestaat nog steeds? Of moet het sterker? Ja, dat bestaat wel. Er worden ook nieuwe formules gevonden. Nee, maar los van het jenevertje en dat beeld, dat begrijp ik heel goed. Ja. Maar op een nieuwe manier bestaat het nog steeds. Nou, weet je wat het om gaat? De klacht is vooral natuurlijk, en dat is helemaal niet nieuw dat ik dat zeg, maar dat wordt nog steeds herhaald in deze tijd. Je zou denken, daar zouden banken van geleerd kunnen hebben. Particulier en MKB'er is niet interessant voor de huidige grootbanken. Ja, dat wordt verteld vanuit steeds grotere groep MKB'ers, ZZP'ers ook. Ja, maar als jij nou kijkt naar wat externe financiering betreft, zijn de banken de belangrijkste financier van het MKB in Nederland. Er staat iets van 130 miljard uit. Als je kijkt naar enquêtes van waar zit u mee, wat zijn uw zorgen? Een paar jaar geleden, in de jaren wat dichter bij het eind van de crisis, was de financiering een belangrijk, zo hoog bovenaan. Staat er niet meer. Nee. Er zijn heel veel MKB'ers die zeggen, ja, als ik het zelf kan, en een aantal MKB'ers doen dat goed, dus die zitten er goed bij, dan financier ik het liever zelf. Of dan gebruik ik de bank voor een aantal dingen, maar niet voor mijn eigen bedrijfsontwikkeling, doe ik het zelf. Nee, maar dat is nog steeds... Bij heel veel MKB-bedrijven staat die bank. Maar waar komt die perceptie dan vandaan bij die MKB's? Dus ik zeg het niet op basis van één of twee gesprekken. Op basis van heel veel gesprekken met MKB's en bijna altijd on en over the record komt diezelfde klacht naar voren. Is dat uiteindelijk dan toch vooral gezeur of hebben ze wel een punt? Ik zou, waarom, dat moet je niet als gezeur zien. Dat is hun perceptie. Ik denk het idee dat banken niet geïnteresseerd zou zijn, ook niet in het kleinere MKB, is denk ik echt niet juist.
Dat is toch gek dat die prescriptie dan zo alle wegen wordt gedragen. Ja, maar kijk, de banken hebben samen met EZ x jaar geleden geïnvesteerd in credits. Credits is een, als de bank zegt, nou ja, wij kunnen dit niet doen, maar we zien wel zeker potentieel, dan verwijzen banken door naar credits. Credits doet het hartstikke goed, maar credits wijst ook heel veel aanvragen die ze op die manier krijgen, uiteindelijk toch af. Ja. Omdat ze gewoon niet goed zijn. Je moet ook accepteren dat, dat niet alles wat je hoopt dat zal kunnen, in de praktijk gaat vliegen. Nee, natuurlijk. Maar dat is een ander verhaal. Maar dat is waar, daar haal je twee klachten door elkaar. Maar dit gaat over het, laten we dan maar zeggen, tenminste de perceptie die bestaat. En als die door zoveel gedeeld wordt, dan zou je denken, je moet iets aan die perceptie doen. Of je kunt zeggen, nou ja, inderdaad, wij moeten ons als banken, we kunnen niet anders, ook door al die regels die hier zijn, we gaan nog steeds meer op de grote bedrijven richten. Ja, maar dat zeg ik dus niet, want zo is het niet. Nee. Dan is er nog iets, namelijk het klimaatakkoord. Het klimaatakkoord kwam ook weer uit deze discussie die ik net noemde. Als je wil dat het MKB, weer de MKB, mensen aanneemt, maatschappelijke uitdagingen oppakt en blijft innoveren, dan moet er ruimte zijn. Het kan niet als die ruimte opgaat aan het pensioenakkoord en aan de klimaattransitie. Is dat een terechte uitspraak? Ja, wat voor ruimte bedoel je dan? Nou ja, dat er gewoon geld nodig is. En dat je zegt, ja, lui, die klimaattransitie, maar die kost ons handen voor geld, pensioentransitie. Ja, kijk, er moet natuurlijk ook ruimte zijn om geld te geven voor het MKB. En je wil dat MKB kleine bedrijven, zodat die goed kunnen innoveren. Dus er is ook allemaal geld voor nodig. Tuurlijk. En ik denk dat het er ligt nu een voorstel voor een klimaatakkoord en waarvoor veel verder nog moet worden uitgezocht. Jacco Vonhoff, de voorzitter van MKB Nederland, zegt, ja, we kunnen het niet echt overzien. En als mensen het niet echt kunnen overzien, dan worden ze naar. En ik denk dat het heel belangrijk is dat er goed nagedacht wordt bij die verdere uitwerking, hoe ook het kleinere MKB dan vooral, denk ik, die transitie kan meemaken. We hebben het gemakkelijk over de verduurzaming van hele wijken. Ja. Maar er zitten ook winkels en er zitten ook kleinere MKB'ers in. Die moeten ook mee. Dus het is heel belangrijk, denk ik, en dat is ook wat wij als input hebben gegeven wanneer we mee kunnen praten, konden praten over, dat je ook zorgt dat er ontzorgingsmogelijkheden kunnen komen voor het kleinere MKB. Zo concreet mogelijk maken. Laten we zeggen, gewoon voor een winkelier die 6 mensen in dienst heeft. En die moet opeens allerlei klimaateisen zijn winkel gaan aanpassen. En zeggen, ja, daar hebben we geen geld voor, dat kan niet. Dan moet ik iemand ontslaan. Ja, maar ik denk dat het heel goed is. Je hebt NL Techniek, een prachtige branche met heel veel vernieuwende bedrijven. Vroeger heten ze de installateurs. Ja. En daar zijn allerlei bedrijven die zich willen werpen op mogelijkheden om die kleinere MKB's te ontzorgen. En wij hebben pleit om die markt van de grond te laten komen, die bedrijven van de grond te laten komen. Misschien moet EZ denken, EZK denken, om daar wat instrumenten te zetten. Wat onszelf betreft, gisteren heeft de hele financiële sector, 4 koppels, het Verbond van Verzekeraars, de Asset Managers, de Pensioenfederatie en wij, en 50 partijen, gezegd van wij committeren ons, banken, verzekeraars, asset managers, pensioenuitvoerders, fondsen, aan de doelen van het akkoord van Parijs en de doelen die het voorstel voor een klimaatakkoord zegt na te streven. En wat willen we dan doen? We willen zorgen dat we willen onderdeel zijn van de financiering van de transities. Daar willen we samenwerken in de ketens in de financiële sector om grote transities mogelijk te maken. We willen meedenken. We willen denken aan het maken van producten, ook voor MKB. Hoe kun je dat dan op een goede manier doen? Zo ook, maar ook voor u en mij, mensen in de retail. En we gaan in 2020 duidelijk maken wat onze eigen footprint is. Daar gaan we over rapporteren. Meten is weten. Dan kun je ook zien hoe het vordert. En we gaan in 2022 plannen laten bekendmaken over hoe we dan denken dat concreet te bereiken. En dat betekent dus ook dat banken gaan in gesprek gaan met hun klanten over hoe kun je nou die transitie meemaken. En dat gaat om de verschillende grote klassen van bedrijven. Digitale gesprek raken. Digitale gesprek raken. Het kan ook digitale gesprek raken, maar dat je klanten die willen verduurzamen de wind in de zeilen probeert te geven. En de klanten die daarvoor mee moeilijk, die zeggen, ik zie het nog niet helemaal. Dat je daarmee in gesprek gaat zeggen, oké, okay, hoe kun je dan daar komen? Wat kunnen we daarvoor doen? Het akkoord dat er uitgekomen is, tenminste in uw ogen, is dat het best haalbare? Want dat is nogal een klus geweest natuurlijk, met zoveel partijen. Je wil ook niet iets dat breed gedragen wordt. En vaak wordt er dan een beetje narrig gereageerd in de zin van, ja, dat is een slap compromis. Dat kan bijna niet anders, heb je met compromissen altijd. Is dit het beste wat je eruit kan halen? Nee, het is nog niet klaar.
Want nee, het is nog geen akkoord, want het is een coalitieakkoord. Laat ik zeggen wat voor ligt. Het is een coalitieakkoord, hè, dus wat voor ligt. En dan zullen op een aantal punten, en dan hebben we het over MKB. Wat betekent dit nou allemaal voor het MKB? Dan moeten we op het punt van, wat betekent dit voor de agro? Wat betekent dit voor de industrie? Moet er nog een heleboel verder worden uitgewerkt? En ik denk dat het heel belangrijk is dat daar bij die verdere uitwerking echt goed aandacht wordt besteed aan het echt mogelijk maken voor dat op zo'n manier dat we niet de concurrentiekracht van die bedrijven en daarmee de concurrentiekracht van Nederland schaden. Dus dat moet allemaal verder uitgewerkt, dat is belangrijk. Ondertussen zeggen wij, financiële sector breed, maar wij gaan voor die doelen en wij zullen onze bijdrage leveren. En dat zullen we doen met ook die andere sectoren in de economie voor wie we werken en ook voor de burgers. Ja, en uiteindelijk is het ook big business toch ook, of niet? Zeker, maar je doet het niet alleen omdat het business-wise interessant is, want het biedt ook allerlei kansen. Maar je doet het ook omdat je doet het ook niet omdat het belangrijk is voor je risico's. Je wil niet dingen hebben op je balans die straks mogelijk problemen, omdat het achter sectoren zijn die achterblijven. En die dan echt een risico voor je gaan vormen. Maar je doet het ook omdat ze zeggen, dit is, jongens, wij hebben 3000 miljard, breed hè, dus die hele financiële sector, die we in kunnen zetten. Als we daar de vergroening op motor opzetten, dan kunnen we een hele grote bijdrage leveren, ben ik van overtuigd, aan het mogelijk maken van deze transitie. Je ziet al wat heel veel banken in gang hebben gezet op dit gebied, ook, en niet alleen banken, ook hier weer onomkeerbaar proces. Of niet? Of kan het nog helemaal worden teruggedraaid? Nou, ik weet niet hoe u erover denkt, maar ik denk dat het heel onverstandig zou zijn om te zeggen, ja, dat het valt wel mee met die klimaatverandering. Zal ik zeggen wat ik erover denk? Nee, daar zijn we echt uren bezig, dat wil niemand weten. Maar is er nog iets? Het plan aanpak witwassen. Ook een belangrijke, ook weer een groot verhaal natuurlijk. Is daar nu al iets over te zeggen? Zeker. Gisteren was een mooie dag. Maar de week daarvoor, maandag, de week geleden, was ook een mooie dag. Want toen brachten de ministers Grapperhaus en Hoekstra hun nationale aanpak witwassen naar buiten. Plan van aanpak. Daar was ik ontzettend blij mee. En waarom was ik daar zo blij mee? Omdat natuurlijk moeten banken hun poortwachtersrol goed doen. Daar zijn ze. Ja. Niet alleen omdat het moet, maar ook omdat ze het willen. Maar wat is nu het nieuwe van hoe dat nu wordt neergezet? Dat we nu ook de erkenning krijgen. Ook van de ministers. Dit is iets wat we alleen maar succesvol kunnen doen voor Nederland als we het samen doen. Publiek en privaat. Ja. Dit kan alleen maar, je kunt niet aan de ene kant van de banken vragen je moet dat allemaal helemaal goed, al die poortwachten tegen malafide geldzorg. Als je dat enige bent, dan mag je het analyseren. 8,5 miljard transacties, ga ze maar lekker allemaal voor ons bekijken. Ja. En tegelijkertijd ook niet de mogelijkheid bieden, en dat heeft de minister van Justitie nu gezegd, gaan we doen, dat banken informatie onderling kunnen gaan delen. Dat als u buiten de deur wordt gezet bij de Rabo, omdat u boze plannen heeft, dat u dan niet vervolgens gesterkt door die kennis, denk, ga ik nog slimmer proberen bij de ABN AMRO. Dan mocht je dan met elkaar delen. Stap, mocht niet, mag nu niet, ga eens aan werken. Het helpt ook ontzettend als de gegevens die banken hebben van mensen, mijn burgerservice nummer bijvoorbeeld, dat ze dat kunnen checken of dat wel echt is met de publieke registers. Hetzelfde geldt voor naam, adres, woonplaats in de basisregistratie personen. Dat kan nu niet. En daarvan hebben de ministers gezegd, nu voor het eerst, daar willen we naar gaan kijken. Er komt straks een UBO-register van wie is eigenlijk uiteindelijk belanghebbend in een onderneming. Dan mogen banken, als het er is, in het wetsvoorstel zoals het nu voor lag, mogen banken daar maar beperkt in. Ja. En dan moeten ze daarna nog het allemaal opnieuw gaan uitzoeken. Dus als je dit echt effectief wil doen, dan moet je het samen doen. We hebben, en dat betekent dus ook samen informatie uitwisselen met de diensten, met de Openbaar Ministerie, met de Financial Intelligence Unit, met de FIOD. En we hebben daar een paar hele mooie voorbeelden van gehad de afgelopen jaren. Ja, maar dat was een verschil. Hè? Als je dat alleen deed, als je dat alleen moet doen, dan marginaliseer je. Want dan moet je er al je man- en menskracht opzetten, dat kan gewoon niet. Kun je ook niet die poortwachter zijn. Wil je ook echt resultaten bereiken voor de maatschappij, voor ons, voor Nederland, dan moet je het zo hebben dat, wat dit zijn, dit is de nationale dreigingen. Dit zijn echte dingen. En daar zetten wij aan de publieke kant onze resources op in. Als dit plan van aanpak, als dit 5 jaar eerder had bestaan, dan was het probleem met ING niet aan de orde geweest. Nee, dat weet ik niet, maar in elk geval ben ik nu hartstikke blij. Dat weet ik niet, dan was de kans ook veel kleiner geweest, lijkt me, of niet?
Nou ja, kijk, ik zei al... Hadden er meer mensen meegekeken. Een pilaar hier voor die asiel aanpak is ook dat banken gewoon een eigen poortwachtersfunctie op orde hadden. En naar eigen zeggen, zeg ik maar, ING citerend, ja. vinden ze zelf dat ze dat beter hadden moeten doen. En dat commitment, ik maak dat mee nu, cross the board bij de banken, is er ontzettend. Maar het is natuurlijk heel zuur als je duizenden mensen aan het werk hebt, als je honderden miljoenen eraan uitgeeft en je vervolgens niet serieus, ook al krijg je een Nobelprijs voor de manier waarop je dat doet. Alle dossiers zijn op orde, iedereen kan het nakijken, alle vinkjes zijn gezet. Niet op zakenwijze vang je er een boef mee of pak je fout geld. Ja. Daar moet je het samen mee doen. Speelt het nog een keer. En dat is dus, denk ik, heel goed dat in dat plan van aanpak witwassen door van de ministers, banken worden neergezet als een onderdeel van de oplossing en niet als een onderdeel van het probleem. Ja, nee, maar dat is, ik zou bijna zeggen, dat geldt niet alleen voor dit, dat geldt voor alles. Die kant zouden de banken toch op moeten. Gaan we dat ooit nog een keer meemaken? Nou, ik ben heel blij dat we... Als we tijd van leven hebben? We hebben het zien. Ook bij de reactie vanuit de politiek gisteren en van maatschappelijke organisaties rond het klimaatcommitment aan de doelen van Parijs. Dat was een positieve reactie. Nu zijn er systeembanken. Nog één groot punt. De systeembanken zijn too big to fail. En dat vinden we nog steeds erg. Want onze critici die zeggen, luister even, de belastingbetaler draait uiteindelijk nog steeds voor die verliezen op. En we hebben uit het verleden geleerd dat dat ook anders moet. Moet het anders of is dat nog steeds iets wat je juist met hand en tand moet blijven verdedigen? Dat de grote banken, de systeembanken, too big to fail blijven. Ja, we werken er nou juist aan om op de schaal van Europa ervoor te zorgen dat dat niet het geval is. En daarvoor is het van belang dat we die bankenunie afmaken. En dat we zorgen dat uiteindelijk de mensen die belang hebben in een bank zelf de pileurs zijn. Uiteraard. En dat dit zo'n belangrijk punt is. En ik weet dat dingen niet heel snel kunnen. Maar is hier niet een enorme versnelling gewenst? Want tot die tijd blijft dit natuurlijk nog steeds het geval. Nou ja, economen zijn die zeggen, ja, we leven in een kapitalistisch systeem. Dus er zal dat is een economische waarheid, ABC'tje. Dan komt er vanzelf alweer een crisis aan. We kunnen niet zeggen hoe groot en niet wanneer. Maar in dat geval zijn die banken, als die bankenunie er nog steeds niet is, nog steeds too big to fail. En daarom moet die bankenunie worden afgemaakt. En tegelijkertijd, kijk naar hoe de ECB daarover rapporteert. Kijk hoe de Nederlandse bank zelf erover rapporteert. Zijn de banken oneindig veel steviger en solider? Ja. En staan er beter voor dan voor de crisis? Dus er is heel veel gebeurd. Ja, oneindig beter voor. Zo goed dat de buffers ook op orde zijn. Er zijn nog leraren die er voortdurend op hameren. Die zeggen, luister even, dat moet echt, dat doe ik al jaren, zeggen ze dan. En die moeten beter. Kijk naar Amerika. Ook al is het niet helemaal vergelijkbaar. Dat moeten wij beter op orde hebben. Of hebben wij dat nu goed op orde met de Nederlandse banken? Nou, kijk eens hoe kernkapitaal over de leverage ratio, waar ze dan weer op leraren het altijd over hebben. Kijk naar de percentage. En die vergelijken ze altijd met Amerika. En dan zeggen ze, nee, we zitten wij nog veel te veel onder. Nou, hij is sterk gestegen. Hij zit... dat klopt. Dat klopt. Maar vergeleken met Amerika... Als je kijkt naar wat ons de komende jaren nog te wachten staat, ook in het kader van de implementatie in Europa van de akkoorden van Basel, dan zal die verder stijgen. En je mag er toch van uitgaan. En ik luister dan maar even naar de Europese Centrale Bank en naar de DNB. Dan zeggen, nou, die banken staan echt veel steviger voor. Als we dan toch naar de ECB kijken, wat een geweldig spel met die rentes. Fijn dat er een nieuwe president komt. Fijn dat er een nieuwe president komt. Nou ja, ik denk dat we Mario Draghi ook zullen herinneren als ik zal alles doen en om die euro. En hij heeft ons ook op een bepaalde manier door die crisis met zijn keuzes en zijn boodschappen geleid. En daar moeten we ook... Tuurlijk, maar daar wordt wel over gedacht natuurlijk. Maar laten we het ook... Richting die lage renteomgeving waarin we zitten. En als je ziet wat er aan de hand is, ook inflatie en zo, en tekenen over hier en daar, gaat het wel goed met die groei. Lijkt het erop dat we er voorlopig nog niet van afkomen, dat de langere termijn... En het spel kun je ook heel lang spelen, of niet? Ja, maar het is, hoe langer je speelt, hoe uitdagender het wordt. Maar hoe schat u Lagarde in? Of zeg je moet, dat maakt echt niet zo gek voor uit wie daar zit, wat dat betreft. Of maakt het toch uit welke persoon op die plek zit? Ik denk het namelijk wel. Ja, maar de president is natuurlijk niet alleen de baas, want hij zit in een systeem. Maar ik denk dat bij Lagarde zou het zo kunnen zijn. Want wat is er... Draghi heeft ook een en andermaal gezegd, vrienden, ik kan het niet alleen. Wij kunnen het niet alleen. Nee. Ik heb ook die overheden nodig. Ja. Jullie moeten ook aan de bak met investeren.
Je, als je dat kunt, werk, als je dat kan. Het vuile werk voor ze opgenomen. Je moet zorgen. Die overheden kunnen niet zeggen van ja, laat het maar via die centrale bank lopen. Lagarde heeft natuurlijk ook enorme ervaring in het verkeer met de minister, met de regering, met regeringsleiders. En ik denk dat de boodschap van jongens, aan de bak, aan de bak, aan de bak, dat die echt belangrijk is. Als we kijken naar de economische groei en naar... Niet alles aan de ECB overlaten, maar eigen verantwoordelijkheid pakken. Ja, dan kijk je landen als Nederland en Duitsland. We zijn makkelijk het vingertje naar landen die zich niet houden aan de aanbevelingen van de Europese Commissie. Maar wij krijgen al jaren de aanbeveling van de Europese Commissie dat we eens wat moeten kijken naar ons betalingsbalansoverschot. Ja. En dat we eens moeten kijken naar de ruimte om echt te investeren. En dan is die rente weer eigenlijk tegen ja. Wat is dat? Als er een moment is om dat te doen, dan is dat nu. En dan hebben we ook onderwijs of infrastructuur. En dat is ook belangrijk voor de groei. Dus ik denk dat de overheden niet thuis moeten geven. En ik denk als je kijkt naar een land als Nederland, hebben die hier onze schulden en teruggebracht. Moet je daar nou al mee doorgaan? Je krijgt geld toe van als je geld ophaalt. Op dit moment. Gebruik zeker. Op dit moment. En natuurlijk kan wat veranderen. Maar op dit moment is dat zo. En denk nu na over hoe je die economische ontwikkeling en... Doe wat in de infrastructuur, dat begrijp ik. Absoluut. Maar tot die tijd gaan wij het ook nog meemaken dat die rente omhoog gaat bij de ECB. Ja, ik hoop het wel. Want het is wel voor iedereen prettiger. En dat zou op, is dat op die rente op een gegeven moment weer omhoog gaan. Maar voorlopig zijn er vooruitzichten dat hij niet omhoog gaat. Nee. En je kunt het ook heel lang volhouden. Want dat hoor ik van zoveel ondernemers ook die daar naar kijken. Zoveel bedrijven die zeggen, nou, dat kan niet, kijk maar om je heen. En er is altijd iemand die roept, ja wel hoor, Japan. Kijk maar, zolang Japan dat volhoudt, zolang zouden we in theorie het hier ook kunnen. Is dat een onzinverhaal of zit daar wat in? Nee, dus daar zit wat in. Maar we moeten wel uitkijken dat we niet in een soort Japanse stagnatie terechtkomen. Nee, liever nee, niet. Nee. En waar we ook mee te maken hebben, dat is nu eenmaal de wereld van vandaag, is dat er de onzekerheden internationale. Kijk, wie weet, op een gegeven moment zal er misschien wat veranderen in de Verenigde Staten en zal er ook weer wat veranderen in de onzekerheid rond wereldhandel en de open markten. Mag je hopen, maar nu geeft dat onzekerheid. ECB is dit. Dan heb ik ook nog de rente op de banken. Gewoon voor de consument, MKB'er. En het kan ook dus een negatieve rente gaan worden. Je kunt nu berekeningen maken waardoor het in feite misschien al zo is. Maar dat je echt straks bericht krijgt van... kijk maar, net als in Zweden wordt er dan geroepen. Daar bestaat het al heel lang. Net maar op. Nou ja, dat gaat hier ook gebeuren. Is dat echt een no-go area of niet? Nou ja, dat moet elke bank apart bepalen. Want ik ga niet over het rentebeleid van de banken. Voorlopig stel ik vast dat het in Nederland niet het geval is. Dat het wel het geval is, wel voor bepaalde grootzakelijke klanten. Maar stelt u vast dat het gelukkig niet het geval is? Of stelt u dat gewoon neutraal vast? Ja, ik wij weten het dus niet. Het is denk ik voor, waar we het net over hadden, vertrouwen en dergelijke. Ik weet niet of mensen daar vrolijk van worden als we in de situatie terecht zouden moeten komen. Individuele banken hun eigen beslissingen zouden moeten maken. We weten niet precies wat dat als op grote schaal zou gebeuren in Europa, in Nederland. Wat dat voor effect zou hebben op de sfeer. Dus ik hoop dat we daar niet komen. Maar kijk, er is ook een bank die geen rente geeft. Toch blijven de klanten toegewijd aan die bank. Nee, dat is ook wat anders. Dus er zijn allerlei overwegingen die bij mensen straks... 10% meer en mensen stappen ook weer over. Dat weet ook uit het verleden. Dus ja, hoe mensen zitten, dat hebben we natuurlijk op een bepaalde manier ook aan elkaar. Ja. Daar heb je ook nog mee te maken. Maar toch, uiteindelijk begrijp ik al uit dit verhaal... Het is niet, ze moeten het zelf bepalen, uiteraard. Maar het is niet wenselijk. Ja, dat is in het algemene, denk ik, moeilijk te zeggen. Want dat hangt natuurlijk af. Je moet ook kunnen blijven. De omgeving wordt op den duur, als het heel lang aanhoudt de komende x jaren, wordt uitdagender voor banken. En die moeten, je moet ook je zakelijke afwegingen daar maken. Waarbij je tot het uiterste zal moeten denken, oké, wat betekent dat nou bijvoorbeeld voor vertrouwen van mensen en burgers in het financiële systeem zoals we dat kennen? Ja. Dan de makkelijkste vraag is altijd op het laatste. Als je een brede zin denkt over verantwoordelijkheid, want ik had het over vertrouwen, we hebben het ook over verantwoordelijkheid gehad. Wat is de belangrijkste verantwoordelijkheid die banken hebben? Of beter gezegd, die banken dragen.
Ja, je bent een instelling, die, een bedrijf, dat diensten geeft aan burgers en bedrijven die voor die burgers en bedrijven ontzettend belangrijk zijn. Voor de ontplooiing van mensen, maar ook voor de ontplooiing van bedrijven. Je bent een instelling die samen zorgen voor het betalingsverkeer in dit geval Nederland. Je hebt hele belangrijke, en dat geeft een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. En daar moet je voortdurend van bewust zijn. En mensen moeten ook kunnen zien dat je daarvan bewust bent. Dat is denk ik hier het belangrijkste. Maar je hebt natuurlijk ook een verantwoordelijkheid, wetende dat je die belangrijke maatschappelijke functies hebt, naar gewoon de aandeelhouders van je bedrijf en de werknemers van je bedrijf. En daar heb je het al. Nee, daar heb je verschillende verantwoordelijkheden. Ja, je moet dat zijn. Dat geeft afweging die je moet maken. Want je bent er niet, het is niet allemaal postgiro's. Zoals toen ik begon te studeren in Amsterdam, ging ik met single. Hier blauw, goed voor jou. Dat ligt allemaal anders. Soms is het niet slecht om terug te gaan naar oude tijden. Niet altijd, maar soms wel. Dit niet meer. Ja, Giro Blauw pas bij jou. Giro Blauw pas bij jou. Als u denkt van ik weet hoe business model kan laten draaien en ik richt een nieuwe gemeente Giro op en u bent succesvol, ben ik er hartstikke blij mee en ik hoop dat je dan lid wordt. Oké, hartelijk dank voor dit gesprek. Chris Buijink, voorzitter van de Mensenvereniging van Banken. Dankjewel. Dankjewel. Hartelijk dank.